Hi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Whatever Art. Deze week gaan we de vraag behandelen, wat is kunst? De vraag der vragen. Eigenlijk wel, hè? Allereerst is het denk ik best wel een bijzonder iets, aangezien we volgens mij de enige diersoort zijn die kunst maken. Ja, het is iets wat je denkt of voelt in beeld of muziek of beweging overbrengen. Ja. Dus een soort vertaalslag maken naar iets anders. Precies. Om iets duidelijk te maken. Een soort vertaling van je geest, ja, in iets tastbaars. Of nou ja, muziek is dan weer niet tastbaar, maar in iets wat goede uitleg, in een zintuigelijk iets. Ja. Ik denk dat het ook wel een manier is om bepaalde gevoelens over te brengen. En je wilt iets vertellen, denk, ja, ik. Kunst is zo bijzonder omdat het dus niet, vaak niet via taal is, nee, gesproken of geschreven taal, maar dat het via vorm of dans is. Of, ja. Ook zelfs muziek, dat brengt een gevoel op en dat kan iedereen begrijpen. Precies. Zonder dat je een bepaalde taal hoeft te kunnen spreken. En ik denk ook dat het niet eens precies is wat de kunstenaar bedoeld heeft, mm-hmm, zeg maar. Dus het is niet een één-op-één vertaling, maar juist heel erg open voor verschillende interpretaties. Ja. En daardoor kunnen denk ik ook veel mensen zich erin vinden. Bijvoorbeeld een bepaald liedje kan over best wel een specifieke situatie gaan, maar omdat het op een bepaalde manier is gezongen, kunnen wel veel mensen zich in die, mm-hmm, situatie inleven, bijvoorbeeld. Ja, het maakt het soort van universeel. Ja, precies. Maar dan ook weer gericht. Ja. Ja. Nou, dus wat is kunst? Kunst is een weerspiegeling van onze maatschappij. Nou, mooi. Mooi. Dan was dit de aflevering voor deze week. Heb jij nou een vraag voor Whatever Art? Stuur het dan naar het onderstaande e-mailadres en wie weet beantwoorden we hem. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet deze video te liken en op ons kanaal te abonneren. Tot volgende keer. Doei!